Goedemorgen. Jezus, wat zijn jullie er al vroeg bij? Nou, leuk dat je kijkt. Het is 7:30 vanmorgen op de Spaanse camping. Ik heb net het doucheritueel achter de rug. Ik heb er zin in vandaag. Ik ga een ontbijtje maken. En vandaag een drukke dag, want ik laat je de camping zien. En ik ga ook nog even naar het dorpje. En misschien dat ik nog even probeer om die enorme warboel te laten knippen hier in het dorp. Maar ik heb ook nog wat werk te doen. Dus ik kruip ook nog eventjes stevig achter de laptop. Maar leuk dat je erbij bent vandaag. Ik ben weer een beetje decent, tandjes gepoetst, mijn haar gekamd, toeterutut. Dus ik zie er weer een beetje uit alsof ik een mens ben. Ik laat jullie even de motorkamer zien, jongens. 81% accucapaciteit heb ik op dit moment. Dus er is 19% uitgegaan sinds ik hier op de camping ben. Nou, dat heeft ook met het opladen van al die GoPro'tjes te maken. Van mijn microfoons, van mijn laptop. En ik heb de muziek aangehad en de verlichting. En daar bespaar ik dus allemaal niet op. Ik kan hier aan de stroom, maar ik vind het leuk om jullie te laten zien wat er gebeurt met die stroom. Nou, hier zie je mijn zonnepaneel. Het is de... Nou, ik weet niet of je dat kan zien. Nou, die doet natuurlijk niks. Het is 7:30 vanmorgen, hè? Of 7:30 's ochtends. En dit is het uitzicht over de camping. Dus het is nog aardig schemerig. Nou, ben ik zelf benieuwd naar, en jullie natuurlijk ook. Ik heb 2 zonnepanelen op het dak liggen. Nou ben ik wel benieuwd of die hem vol kunnen krijgen in de loop van de dag. Want het wordt weer belachelijk mooi weer, terwijl jullie zo onder zo'n grijs wolkendek zit. Nou, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen, sorry. Maar, dus ik hou jullie even op de hoogte wat er gebeurt op het dak van mijn camper. Dus 81% nu, onthoud dat. Goedemorgen, Benidorm Bastards. Al wakker? Gezellig. De Benidorm Bastards. Ik ga een bakje met ze doen. Nou, dit is de haven van Villa Joyosa. En daar heb je allemaal gezellige winkeltjes beneden. En daar gaan we zo meteen ontbijten. Café Conetje. Gracias. En wij gaan lekker ontbijten. Een bocadillo met een omeletos. Hoe heet een omelet in het Spaans? Tortilla francesa. Tortilla francesa. Hey Maarten. Hey. Hoe is dat? Ik ben bij de kapper. Bij de visor. Ja, ze proberen. Als ik ernaar op fris. Gezellig, we maken wat van het. Joh. Ciao. Hey Mohammed. Hey. I'm coming to pay the money. Good morning. Thank you. Yeah, muy bien. Fresco. Siempre. Gracias. Very nice. Hey, thank you very much. Bye. Yo, ciao. Now it blijft. Het blijft nog een beetje somber hier en dat vindt mijn hula-meisje ook. Dus we gaan een alternatief programma vandaag doen. Het dorp in. We gaan pizza eten. En dat Villa Joyosa, dat heeft een chocoladefabriek. 3 stuk zelfs. Nou, en bij de grootste gaan we een rondleiding doen. Want het is bijna net zo slecht hier als in Nederland. Sorry, ik kan dat niet zonder lachen zeggen. Zometeen naar de chocoladefabriek. Nou, we zijn in Villa Joyosa. En hier bij de zebrapaden, dan krijg je dus instructies. Nou, para betekent stoppen. Mira betekent kijken. Kortje parat, weet je wel, voor het geval dat er noten komt. En dan mag je dus wandelen. Het is wel grappig, want in Benidorm staat er ook nog eens een keer bij look right, hè? Dat weet je of niet? Left. Look left. Want die Engelsen kijken natuurlijk de verkeerde kant op. Nou, en in mijn geval, ik kan links en rechts niet uit elkaar houden, dus voor mij zou dat ook geen kwaad zijn. Maar goed, splinternieuw zebrapad, jongens, tussen met stickers. En met allemaal waarschuwingen, ze zijn echt heel voorzichtig op toeristen.
Nou, in Villa Goyosa, daar staat een, daar staan drie hele grote chocoladefabrieken. Dat is de stad van de chocola. En dit bedrijf, Valor, een familiebedrijf, bestaat sinds 1881. En die maken per jaar 18 miljoen kilo chocola. En in die fabriek kun je een rondleiding volgen, inclusief een proeverij. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Valor, dat is de grootste cacao- of chocola-producent van Spanje. En hier bij die fabriek in Villa Goyosa hebben ze dus ook een museum waar ze allemaal oude spulletjes hebben staan. En je kunt rondkijken in de fabriek en aan het eind dus de tropische verrassingen meel en melkchocola. Nou, die cacaobonen die worden geroosterd, dan worden ze fijn gemalen. Heel fijn, zodat er een soort pasta ontstaat. Vervolgens gaat er cacaoboter erbij en suiker en eventueel speciale smaakstoffen voor speciale chocolade. Ja, en dan ontstaan er enorm veel, een enorme hoop chocola. En per uur worden er ongeveer 13.200 repen uit al die machines gepest hier op het terrein. Er is hier natuurlijk ook een winkel. Dat is echt de moeite waard als je hier bent. Ze geven 5 rondleidingen per dag, waarvan 2 in het Engels. En dat Valor, dat is zo'n bekend merk. De toeristen worden hier met busladingen vanuit heel Spanje aangevoerd. Dus het schijnt echt een enorme toeristentrekker te zijn in dit stadje. Echt leuk om te doen. Nou, die dag is dus even totaal anders gelopen dan ik dacht. Het bleef een knetterbewolkte dag, dus die campingbeelden, die hou je nog even van me te goed. Ik vind het wel leuk om even de kosten door te nemen, even de administratie met jullie te delen. Om hier te komen, ik zit vlakbij Benidorm, heb ik 4 keer getankt, in totaal 236 liter. Die camper van mij loopt bijna 1 op 10, 1 op 9,5, 1 op 9,7. Bij elkaar was dat aan brandstof €392,84. Aan tol heb ik €187 en een dubbeltje betaald. En qua overnachtingen, ik heb het in 3 keer gereden, 3 overnachtingen, 2 gratis, eentje betaald, €18. Bij elkaar €597,94 om hier te komen. Dat is dus inderdaad wel geld. En ik moet ook nog een keertje terug. Wat ik jullie ook nog beloofd heb, is om te laten zien wat de stand van de lithiumaccu is. De Super B die stond vanmorgen op 82%. En dan gaan we nu even kijken wat de status nu is. En dat is 83%. Dus hij heeft er vandaag, hebben die 2 paneeltjes hier op het dak, hebben er ondanks die bewolking toch nog een procentje bijgedrukt, zeg maar. Terwijl er natuurlijk ook altijd wat uitgaat. Zo'n camper verbruikt natuurlijk ook. Dus met andere woorden, als het maar half bewolkt is, dan groeit de capaciteit van die accu. Dus daar hoef ik me niet al te veel zorgen over te maken. Tot zover de administratie. Nou, dan weten jullie dat ook weer. Ik vond het leuk dat jullie erbij waren vandaag. Bedankt voor het kijken dus. Geef ons even een duimpje als je dit een leuke vlog vond. Abonneer je even op ons YouTube-kanaal, daar worden Jos en ik hartstikke blij van. En druk even op dat belletje, dan mis je geen enkele video meer van ons. Morgen ben ik er weer. De groeten vanaf Villa Goyosa en hopelijk tot morgen.